Voor het derde jaar in rij presenteren Omroep Limburg en Brandbeheer een cd met een keuze uit het carnavalsarchief van de Omroep. Dat gebeurt tijdens een live radioprogramma. Omroep Limburg Televisie brengt in 2 afleveringen een impressie ervan. Vanuit cafébrouwerij De Heren van Beek is hij Leimeisse met deel 1 van Batailles Carnavalade. In de stil, daar zet alle wil, alle wil. Tweede couplet, alle wil, alle wil. Met vaste loven, alle wil. Verwaken alle bolles pas, der het gek is, is de kwast. En een eerder in zijn stil, spring en zeg alle wil, alle wil. Tweede couplet, alle wil. Alle wil, de weg is rood, geel, groen, alle wil. De brouwen komen uit de kers, omdat het vaste loven is. En in ieder ziende stil, is spot en tot, alle wil, alle wil. Vijfde couplet, alle wil, alle wil. Ja, dat zet me alle wil. Het is de potte tot de groen. Zinders in de spekerbloot, dan de ieders in de stil. Des zet alle wil, alle wil. Applaus voor ikzelf! Ja, dames en heren. Ik voel me in de Sinterklaas. Dat ik door kan geven wat ik zo allemaal gevonden heb in zo'n archief van de Omroep. De dingen die door Sjoen aan zijn, die memorabel zijn. En die door natuurlijk, dat was eigenlijk al de eerste keer toen voor de woord, dat ze de gerealiseerd. Ja, die komen nooit weer als dat vers een keer laten huren. Door die op goed gekozen, en ik hoop dat men dat ook van nummertje 3 en 4 vindt, op een cd te zetten, kregen de lui de kans om zelf hun part te hebben van wat in dat archief is. En tegelijkertijd om het een indruk te hebben van de vastenovenskunst door de jaren her. Even een beetje langs de Maas. Zoden zijn meiden in het gras. Zo mooi, zo mooi, zo mooi dat meiden was. Maar ook het had toch zo'n verdriet, want een liefste had het niet. Zo mooi, zo mooi, zo mooi klonk toch zien niet. Ik ben zo eenzaam en ik voel me zo verloren. Ik heb ook niemand om samen mee te praten. Ik ben toch zo dreugig, zo mismuig, zo ongerust. Want ik weer zo keer en ik had zo keer. Want ik heb er verschillende gezongen, vroeger, ja, verschillende. Het zijn er tussen de 30 en de 34 geweest, de Vellese carnavalslagers. En heb ik ja, praktisch allemaal eerste prijzen gehaald, ik weet niet of ik dat kan zeggen, hè? Dat is de bedoeling. En toen heeft hij gezegd van kom dan eens een keer naar het zuiden toe en dan kunt je ook eens een keer in de slager zingen. En dat is het vorig jaar voor de eerste keer geweest en nu ben ik... Van de tweede keer je dan met het zingen van 3 Vennesse carnavalslagers. Ja, in dat zonke langs die Maas vond ik dat bleunke in het gras. Zo mooi, zo mooi, zo mooi dat bleunke was. Maar ook het had toch zo'n verdriet. Want en de liefste maakte dit niet. Zo mooi, zo mooi, zo mooi klonk toch het lied. Ik ben zo eenzaam en ik voel me zo verloren.
Subs, als het over de leertjes subs, zien ze dat zo in de 50er jaren de leefde, is wel dikker, hè, onderwerp waar. Maar dan viel het op dat ze poëtischer zijn, soms een beetje druimerig, maar ook met een knipoog, een pitchoog, was ja, nu dik ja, minder tegenkomt, of angst, het zal wel angst zijn, denk ik. En in andere liedjes die het, die niet alleen de leeftijdsonderwerp hebt, zit toch een bepaalde humor in die liedjes. Hoe ik dan, ja, het kan ook zijn dat ik er vervallen, ja, maar hoe ik van denk dat dat wordt toen meer als dat het nu is. Joch, me wet wel wie dat gij, als me de liefde staal verstijgt. Zo mooi die eenzaamheid. Geen van ons bij had nog verdriet, wie of dat kwam, dat weet ik niet. Zo mooi was en stef mee. Ik ben in zo eenzaam, ik voel me zo verloren. Die melodieën, die liggen me, die melodieën van nu, die liggen anders in mijn gehuur als wie ik ze zelf vroeger zong en door anderen ook gezongen zien geworden. En ja, ik vind ze van vroeger eigenlijk nog altijd beter dan, het spijt me niet voor dat ik ze gezongen heb, maar heel veel mensen, en zeer zeker van mijn leeftijd, zullen dat beamen. Ben toch zo dreumig, zo mismeeg, zo ongewas, want ik weer zo weer en ik had zo geer. En Gilles Bataille, bedankt. Door eenvoudige begeleiding proberen we de sfeer te treffen in het nu, hè, u. En straks als het te huren en te zien is. En door eigenlijk ook met duidelijk te maken dat niet weg is, dat gevoel voor de sfeer. Ik denk dat jullie nog altijd wel te raken zijn met een get. Ja, ingetogen nog, meneer, moest je dan misschien zeggen, van met leedjes bezig te zijn. Pieke Dassen, vergaan naar Maastricht, kom eens naar voren, jong. Mijn naam is Maastricht vergeten, was. Nee, jong. Daar kom ik nog meer als mijn leven is de komende tijd. Als ik politieke poppenkast had nu, nou, dan was ik in een goede aanbrenger voor mij. Wat ga je zich zingen? De papegaai. Nou, ik vind het heerlijk dat er zoveel liedjes, die al vergangen zijn eigenlijk, dat die weer eens aan de oppervlakte komen om te laten zien wie creatief of ze geweest zijn met het schrijven van die liedjes, het componeren ervan. En daar hou ik wel van. Ik was een keer in Holland, al in een grote stad. En liep je door de straten, op zoek naar een schat. Daar zag ik in een winkel, een vogel in een kou. Ik dacht, die moest hebben, en ging naar binnen toe. Het was een papegaai met heel schoen veren. De eigenaar die zag, reed gooi meneer. Het is een heel lief vis met een hart van goud. En amuseert u oren lang, is haar niet stoort. Het is een heel lief vis met een hart van goud. En amuseert u oren lang is haar niet stoort. Ik denk dat er
een socioloog dat zou dat kunnen uitleggen of zo, maar gewoon de tijd was anders. Dus de huurs eigenlijk meer vanzelfsprekende gezamenlijkheid, vanzelfsprekende zin in de avond te hebben en te vieren. Als wie ze dat noemen, dik in stijgen komen. Dat is, ja, ook de moderne tijd brengt ook, als het op muziekgebied pakt, andere fenomenen met zich mee. Dat is tegenwoordig het fenomeen van de bandartiest, wordt je in een kerstje geduwd en gezongen. Door in de tijd vroeger wordt dat altijd met orkesten of met heel minimale begeleiding, maar in elk geval levende begeleiding. Dat is een groot verschil wat sfeer uitmaakt. Na heel lang klasjeneren met de man van Tepetek, koch ik die papegaai toen en ik kocht hem toesgeschik. Maar wat ik had vergeten was vroegen aan de neer, wat of die bisco spreken, nu zit ik met dat dier. Ik had de papegaai, die kost niet spreken. Er zinken een flutsoesjoen en er kan hel kijken. En nu moet ik even ophouden, want anders is de vrouw beweeg dadelijk. Ik heb een papegaai, die kan niet spreken. Hier zinken een flutsoesjoen en kan hel kijken. Mijn vrouw is Lorke, wie spreekt er dan? Dan helpt de kring zijn mooi lenkumper van Sint-Jan. Mijn vrouw is Lorke, wie spreekt er dan? Dan helpt de kring zijn mooi lenkumper van Sint-Jan. Oh ja, die maakt ze wel metnemen, jong. Die maakt ze wel metnemen. Dames en heren, de oude voormalige president, directeur, commissaris van de Pusjenelle Kelder in Maastricht. Beeldend kunstenaar, film van ome Willem der August, Pieke Dassen. Ja. Wie spreekt er dan? Dan gaat de kring zijn molen en nog een keer! Mevrouw Larke, wie spreekt er dan? Dan gaat de kring zijn molen en van Sint-Jaan. Allee! Ja, verzonden presenteren nu met eigenlijk korte interviews, een soort terugblik. Hopen dat we in die interviews een beetje de tijd terug kunnen pakken van hoe de ervaringen van Lui. Dat ze beschrijven wie ze bezig zijn geweest. Of een anekdote hebben wat tekenend is voor die tijd. En doordat ze door degene die we nog hebben weten te strikken, door lebendig gewoon stond te zingen. Maak ze de brug naar nu met Sint-Waalderlui die het toen degen. Mag u opperste aandacht, attentie, stilte en natuurlijk gespannen lachspieren voor Jan Pollux. De examen. Wat een opluchting. Ik vond het zo warm, hè. Het was net zo warm wie bij mij thuis, vierde kerstdag. Toen werd ze boe, toen werd ze vies, het regende, weet je nog. En ik zo thuis voor de verwarming, want we hebben geen open haard.
En ik dacht, waar ben ze toch een zo, waar ben ze toch een hullewulle, waar ben ze toch een stommerik? Zit ze jou 4 dagen die muffe lucht van de verwarming? Ik dacht, ga ik toch naar buiten, ga ik de frisse lucht op? Ik zei, vrouw, kom op, we gaan naar buiten, we gaan de vrije natuur in. Ja, ik wacht er niet in buurt, altijd in november, op een zitting bij Jokers, dat ik rond de 11e centimeter. Dan kwam ik altijd binnen een oud Venus centimeter, zo heet die centimeter vleugel. Kent ze dat liedje nog eens terug horen, wie dat geeft? Nou, centimeters vleugelke, het een roewet keugelke, het een blauwstertje, hoep ze centimeter. Dat moet de maas zijn. En is het even toen een zwaar geweest dat de zeil niet meer goed schieten met zingen. 10 minuten. Voor ik was beginnen met de buurtdagen. Dat was gaaf. Maar ik heb wel dan, er werd de zeil los voordat ik begon. Dan had ik dat dukje op mijn kreeg. Doe dat weet je. Dat heb ik veel. Heb ik voor alle zekerheid mijn zwager nog opgebeld. Want mijn zwager is chauffeur. Internationaal chauffeur in de buitenlanden nog verderop. Dus hij weet alle van logistiek en overal de weg. Ik zeg, zwager, wie vind ik zo gauw de vrije natuur? Waar is dat eigenlijk? Nu zit het van dit goed gaar niet lastig. Er is gewoon richting Maasbree, dan zien ze aan 2 kanten bossen. En dat is de vrije natuur. Dus even later zoeten mijn vrouw en ik al in de wagen. Op naar de, dus aangetrokken wie het zich huurt in de korte box en de zonnebril op. Want zo geeft ze de vrije natuur in. En na een kwartier gereden zoeken we al links en rechts die bossen. En bij het, ik dacht het derde bos ben ik rechts afgeslagen. En dan ben ik zo'n 30 meter wiet het bos ingereden. En daar zijn we gestopt. En toen zijn we uitgestapt. Nou mensen, de wedstrijd was ze zuus als je in een bos uitstapt uit een auto. De wedstrijd eerlijk niet was ze zuus. Kijk, we rijden allemaal eens over de autowegen, dan zien ze in de verte zuur van die bossen liggen. En dan denken ze, ach, bossen, dat zijn gewoon een stel van dezelfde buim, die hebben ze bijeengepoord. Maar dat is gaar niet, wow, maar dat zien ze pas als ze in zo'n bos uit een auto stapt. Dan zien ze dat het dikke buim guurt en dunne buim en kromme en kleine en grote buim. Nadat we zo'n 5 minuten die buim hadden bewonderd, zien we wat ingestapt, want dat regende, dat is zo zeikde en in de stad er veel altijd gewone regen. Maar in zijn bos is altijd van de zoren regen, dus het is tong en het smaakt de vies. Dus we waren blij dat we weer aan de wagen zoeten en we dachten van hé, goed, van achter de autoroute kunnen ze de vrije natuur ook bewonderen. En toen ben ik nog zo'n 10 meter weer dat bos ingereden over dat bospad. En daar zijn we weer gestopt en dat ik niet weer kost omdat we weggezakt werden. We zijn de as in de modder. Maar gelukkig had ik een schub in de wagen, achter in de wagen liggen. Dus mijn vrouw is uitgestapt en dat kost gelegen aan de slag. Met uitgraven, ik ben achter het stuur blijven zitten, want ja, voor alle zekerheid. En ik had toch alles onder controle dus. Maar na een uurtje in de regen stond te schuppen en tegen de wagen aan douwen en het holp niet. We kwamen geen centimeter vooruit. En toen wou mijn vrouw het al opgeven, maar gelukkig kwam toen de redding, die was nog bij, de redding in de persoon van een boerenmens, een agrarier op de tractor. En die heeft door stroot getrokken, natuurlijk nog veel goeie woord. En 100 keer aan de betaling van 100 keer de veurikorsen. Heeft hij ons troet getrokken, toen we waren blij, wie we weer vaste grond onder de band vulden. En toen hebben we hartelijk afscheid genomen van de boerenmens en hem uitgescholden voor oplichter en kaffer. En toen zijn we weer naar huis gereden en een kwartier later zaten we samen voor de verwarming. En toen hebben we nog lang nagepraat over de sportieve en de fijne middag in de vrije natuur. Ik dank nog wel en houden. Wat ik opvallend vind, wat de carnavalskunst, hoe het vooral de 50er jaren betreft, dat is dat in de liedjes,
De vrouw er helemaal in gezongen werd. En in de buurt soms vijgen uit de pan kriet, was ze eigenlijk bijna zeker van wens. Dat zou ze vandaag niet hoeven te permitteren, want dan kreeg ze gejoel in de zaal. En in die tijd werd ze dat ze zich toch kapot omlachen. Dus het beeld van wie vrouw tegen vrouw wordt aangekeken, wordt in de buurt heel anders als in de leedjes. En per vrede al zo lang verstongen zich toch zo groot. Maar het wachten maakte het meisje bang en hij zag maar een rood moot. Verzorgen zal wichtig wie een prinses te werken houdt ze niet meer. Maar och nou trouwen doe komt pas de rest. En zong al gauw onze bier. Leven zat ik in het oog niet helpen. Snubbelke, nu kiek toch niet zo zoe. Zet de krom, nu wij er niet op stelte. Vreuke leef, waar moet dat toch naartoe? Getrouwd zien veel dan nog haar niet met. En het menke ging maar op stap. Met Franske Louis en met Keup en Pit wordt men een grote getap. De meeste kalhou natuurlijk peer, want toen zag er waar hij de baas. Met vreugden omvong hem dat jedes keer, met flinke sleeg op een aas. Leid is zat, ik ken het ook. Een paar maanden geleden zei het Ger, heb je interesse, ben je geïnteresseerd voor aan deze uitzending weer mee te doen. Ik zeg, ik ben vol enthousiast geweest. Dus iedereen is zeker dat zal dit jaar zal dat wel hetzelfde zijn, hetzelfde niveau. Dus dezelfde sterren zijn wij hier, had ik zo gehoord. Dat ik nu weer kniepakken ben, diverse. Dat is een unicum in Limburg, voor ze nog eens bijeen te krijgen. Schnubbelke, nu piet toch niet zo zo. Zet de kroon, nu wij er niet op stelte. Vreuke leef, moet dat toch nog doen. Ik heb een tijd voor het LSO de carnavalsconcerten bewerkt. En toen heb ik een serie gemaakt van carnavalsliedjes. Door de hele provincie, want zij kwamen door de hele provincie, komen trouwens dit jaar weer door de hele provincie. En een medley van carnavalsnummers, maar ja, hoe moet ik dat zeggen, iedereen moest ze kennen. Het liedje van Venlo moest ook in Maastricht herkenbaar zijn en andersom. En die heb ik toen bewerkt in klassieke stijlen, alsof Beethoven een nummer geschreven had. En ja, daar heb ik dus wat research naar gedaan. En dan kom je dus eigenlijk op die hele oude nummers terecht. Want dat zijn de nummers als de sterren erboven strolen. Het is natuurlijk wel ontzettend afgetrapt terrein. Maar ja, daar kom je toch. En dat zijn de bekende dingen. En Kirch Rödel Meetje. En Schunkel Mit. En dat soort dingen. En dat zijn toch ja, heel melodische nummers. Dus ja, ik vind het best. Ik vind het geschiedenis gewoon. Dat geeft de nooie waar wordt me gewaar. De kluts gaat kwiet en finaal van streek. Zo heet nog een deze melodie. Dat is eigenlijk in die zin als formule tamelijk simpel. Maar het simpele kan soms heel doeltreffend zijn. Hobbig moet ik dan zeggen. Ik ken het ook niet helpen. Snuppelke, nu piep toch niet zo zo. Zet de kroon, nu wij er niet op stelte. Fruike leef, oh, moet dat toch nog doen. Ik ken het ook niet uit.
schnöbelke, du gibt doch nicht so schuf. Set de kram, no way er nicht auf stelte. Freike leef vorm op dat toch. U had gekeken op Batailles Carnavalade. Volgende week, zelfde tijd, deel 2 van de televisieregistratie van dit bijzonder radioprogramma. Adieu.